Meneer Gidari, goedemorgen. Ja, goedemorgen meneer Iwat en goedemorgen kijkers en luisteraars van de FTVS van uw programma Maand in Takkie. Hoe is het met u? Ja, fijn. Fijn. Bezig met de voorbereidingen voor vanavond. Ja, een van de belangrijke activiteiten van de VES is de nieuwjaarsreceptie. Hoe belangrijk is deze receptie aan het begin van elk jaar, meneer Gidari? Ja, zoals u eerder heeft aangegeven, is de nieuwjaarsreceptie die de VES traditioneel elk jaar in de maand januari organiseert, zeer belangrijk. Het is de eerste activiteit van elk jaar. Daar wordt min of meer ook de toon gezet voor de diverse activiteiten. Dit jaar hebben wij als gast de bijzondere spreker, waarbij de nieuwjaarsrede wordt uitgesproken door de president, president Santokki. Maar voorafgaand aan de rede, de nieuwjaarsrede van de president, zal de voorzitter van de VES zijn nieuwjaarsboodschap uitspreken. De nieuwjaarsboodschap, daar wordt er een terugblik geworpen over het afgelopen jaar. De voorzitter zal ook in zijn nieuwjaarsboodschap de status aangeven van de economie. In welke situatie, economische situatie wij op dit moment verkeren. En hij zal ook een vooruitblik werpen over de maanden, de 11 maanden die voor ons staan. Dit is zeer belangrijk, omdat hierin het een en ander naar voren wordt gebracht over de toekomst die wij tegemoet gaan, de maanden die wij tegemoet gaan. Ja, en het wordt ook de eerste nieuwjaarsrede voor de heer Stephen Demi-Persat als voorzitter van de VES. Ja, dat is de voorzitter, de heer Stephen Demi-Persat, die is op de laatst gehouden algemene ledenvergadering in december 2021 gekozen als voorzitter van de vereniging. Dit zal zijn eerste nieuwjaarsboodschap zijn. Wij kijken vol verwachting uit naar de boodschap die onze voorzitter zal uitspreken. Ja. Het thema van de rede die het staatshoofd zal uitspreken is Suriname ik lees hier. Dus eigenlijk de plek waarop we nu zijn en de welvaart voor iedereen. Kunt u aangeven waarom het belangrijk is dat wij over dit thema praten? Dus het is namelijk zo dat bij de organisatie van elke nieuwsjaarsreceptie bekeken wordt naar een gastspreker die een thema behandelt die van belang is voor onze economie. Zo hebben wij in 2021 minister Gijber Singh van Financiën gehad die de nieuwjaarsrede had uitgesproken en het jaar ervoor hadden we de oud-directeur van staatsolie, Rudolf Ilja. In december heeft de regering een overeenkomst getekend met het Internationaal Monetair Fonds. Afgelopen jaar is ook door het parlement het herstelprogramma goedgekeurd. De regering, de overheid, zal in dit jaar de twee programma's uitzetten. Er zullen diverse maatregelen getroffen worden die elke burger raakt. De maatregelen zijn bedoeld om onze economie weer op spoor te krijgen. En wij hebben gemeend om de president als staatshoofd, maar als leider van de regering, die deze belangrijke maatregelen gaat moeten doorvoeren, hebben wij uitgenodigd om deze jaarrede te houden. We hebben een titel voorgelegd aan de president, maar we hebben hem ook gevraagd dat hij de vrijheid heeft om zelf een keuze te maken voor een titel. En de president is gekomen tot de formulering van de volgende titel van zijn rede, en dat is Suriname structureel vooruit. Van crisis naar blijvende welvaart voor ieder. En we denken dat elke Surinamer recht heeft op welvaart en op een positieve economische ontwikkeling. Wij kijken uit naar hetgeen de president naar voren zal brengen tijdens zijn nieuwjaarsrede. En we hopen dat de president ook met concrete zaken naar voren komt, waarbij de president aangeeft welke maatregelen concreet getroffen worden, in welke maand en wat de burger daarvan mag verwachten. Dus wij kijken vol verwachting uit en wij hopen dat de samenleving ook de boodschap meekrijgt. Deze activiteit wordt ook live uitgezonden
via GovTV op kanaal 8.3. We hebben genodigden vanwege de COVID-maatregelen hebben we beperkte zitplaatsen. Dus daarom hopen wij dat men dit volgt via de televisie en eventueel ook via de YouTube-kanaal van de VES. En het zal ook altijd na te beluisteren zijn en na te kijken zijn op onze YouTube-kanaal. Ja, waarom zou Suriname naar deze reden moeten kijken en luisteren? Sowieso, de nieuwjaarsboodschap van de voorzitter van de VES, de heer Steven Didier Passant, waarbij hij zeker een status zal geven van onze economie. Waar staan we vandaag de dag? Wat zijn de key indicatoren van onze economie? En hij zal een vooruitblik werpen voor 2022. Dus reden genoeg om naar de nieuwjaarsboodschap van de voorzitter te luisteren. De president, zoals ik al eerder zei, de leider, de regeringsleider die leiding geeft aan de regering, die zal een reden houden van crisis naar blijvende welvaart voor ieder. Ik denk dat elke burger van ons land daarnaar uitkijkt. We willen allemaal welvaart hebben, duurzame welvaart willen we hebben. Dus we kijken uit naar wat de president te vertellen heeft. Concrete zaken verwachten van de president en we verwachten van de president geen verkiezingsretoriek. We zijn ook geïnteresseerd naar de toekomst, het verleden. We weten hoe de problemen zijn ontstaan. We weten wat allemaal geleid heeft dat wij vandaag de dag in deze financiële economische crisis zitten. We weten het. Maar we zijn geïnteresseerd. Wat zal er allemaal gebeuren? Hoe zullen wij al deze maatregelen treffen? En hoe zullen het geïmplementeerd worden? We hebben vernomen dat men op 20% zit van de maatregelen wat betreft de implementatie. Wij kijken uit naar wat er allemaal in het vooruitzicht is. En elke burger moet het goed hebben. Wij wensen goed financieel-economisch bestuur. En voorbeeldig leiderschap dat dienstbaar is voor de samenleving. Daarom kijken wij uit naar de reden van de president. En we zijn blij dat de president is ingegaan op onze uitnodiging. Ik denk niet dat de boodschap van uw voorzitter geheim is. Maar u gaat deze boodschap niet vandaag hier de prijs geven. Maar toch, als u hebt ingekeken in zijn boodschap, heeft u wat opmerkelijke zaken gezien. Misschien kunt u één opnoemen waarop hij zich zal richten vandaag om 6:00 smiddag. Dus correct zijn als ik inhoudelijk zou ingaan op de nieuwjaarsboodschap van de voorzitter. Dat weet ik. Aan de voorzitter. Ik denk na vanavond kunnen wij breedvoerig daarover discussiëren. Maar sowieso zal de voorzitter het hebben over de maatregelen die zijn doorgevoerd de afgelopen periode, over de status waarin wij vandaag zijn. En hij zal ook aangeven hoe het staat met een aantal economische indicatoren en de vooruitzicht voor 2022. Wat betreft de inhoud wil ik dat gewoon laten voor de voorzitter. En die zullen wij zo rond 6:45 vanavond allemaal horen. Ja, op uw verschillende petten op. Dus ik zal de gelegenheid nemen om u toch een vraag te stellen met betrekking tot export. Want export is het instrument dat ingezet moet worden om het land vooruit te brengen. En u bent ook secretaris van de Vereniging van Exporteurs in Suriname. Hoe loopt het met die groep? Want vorig jaar hadden we heel veel te zeggen hierover en we zijn nu in het jaar 2020, een nieuw jaar. Hoe loopt het met de export tot nu toe? Hoe het loopt met de export? Ja. Ik denk dat het veel beter, dat wij als samenleving een veel betere, het veel beter kunnen doen. U zei dat export zeer belangrijk is, klopt ja. Ook voor de VES is productie veel belangrijk en export. Ik bedoel, willen wij uit die financieel-economische crisis komen, dan moeten wij maatregelen treffen op fiscaal gebied, sowieso ook op monetair gebied. Maar uiteindelijk zullen wij uit die financieel-economische crisis komen als wij de verdiencapaciteit van ons land vergroten. En hoe kunnen wij dat doen? En dat is door productie. We moeten meer gaan produceren, de productiviteit verhogen, de efficiëntie verhogen. En we moeten de verdiencapaciteit, het verdienen van valuta moeten wij vergroten. Wij importeren veel te veel. We moeten ook kijken naar importvervangende sectoren. Die moeten allemaal verder ontwikkeld worden. En ook de sectoren die export verdienen. Het is zeer van belang dat er een nationaal exportbeleid ontwikkeld wordt.
en de sectoren die zorg dragen voor vergroting van de verdiencapaciteit en productie en export. En dat zijn niet alleen maar bijvoorbeeld in dit geval de export van grondstoffen, van mineralen en van agrarische producten, maar ook diensten, de dienstensector die zorgt voor valuta-inkomsten, zoals de ICT-business. Ik denk dat wij als samenleving meer aandacht daaraan moeten besteden. Dus op dit moment zou ik het gewoon breder houden dan specifiek kijken naar de agrarische sector, maar er niet nationaal exportbeleid ontwikkeld te worden. Ja. De VES zet zich ook daarvoor in, omdat uiteindelijk moeten wij de verdiencapaciteit van de samenleving vergroten. We hebben een afname gekend van de export van landbouwproducten vorig jaar. En nu kunnen we weer exporteren richting Europa. Welke stappen zijn ondernomen om die hoeveelheid van export vergroten? Ja, meneer Hiwat, er zijn diverse stappen ondernomen. Ik denk dat misschien fijn zou zijn als we misschien een andere afspraak zouden kunnen maken, waarbij ik wat dieper daarop zou kunnen ingaan. Ja. Maar even kort aan te geven, stappen ondernomen vanuit het ministerie van LVV, vanuit de exporteurs. Maar we zijn niet waar we zijn moeten. Op dit moment, vorige week hadden we ook een bespreking met de mensen van het ministerie. Ik denk dat er een aantal dingen uitgezet moeten worden en we een integraal beleid moeten ontwikkelen. En niet slechts kijken naar de exporteurs, maar ook een integraal beleid ontwikkeld te worden, waarbij we vanaf kijken vanaf de productie, gebruik van middelen, export en activiteiten in de packing house export. Ik denk dat we een totale waardeketenbenadering moeten toepassen bij het ontwikkelen van de sector. En ik denk dat dit geldt ook voor alle andere sectoren, hoor. Ja. Abong, meneer Swami, bedankt voor de informatie. En wij wensen u succes en hopen ook dat de nieuwjaarsreceptie een succesvolle activiteit wordt later op de dag. Ja, ik wil u ook bedanken, maar ik wil even nogmaals dit aanstippen. Ja. Dat de activiteit vanaf 6:30 live te volgen is op GovTV. Op kanaal 8.3 en op het YouTube-channel van De Vers.